Yo mensen, tot kijken deze video. Mijn naam is Wesley Fokker van FIFA 1999. Met vandaag weer de Feyenoord Care Mode en vandaag de wedstrijd, deze wedstrijd in de Azië-kwalificatie met Nieuw-Zeeland, met Australië. We zijn natuurlijk van Australië nu bondscoach. En ja, we verliezen deze met 2-1. En daarna hebben we de wedstrijd tegen de Graafschap. We gaan één wedstrijd spelen deze aflevering. Dat is de wedstrijd tegen Napoli in de Champions League. Er gaat een eind komen aan de Feyenoord Care Mode. Want ja, 24 komt dinsdag uit. En dan gaan we vol gas beginnen aan de Feyenoord Care Mode, RKC Care Mode. En de Spelers Care Mode komt er dan ook weer aan. Jullie hebben al de make-off gezien van de intro die ik ga maken. En morgen komt ook nog een speciale video. Dat gaan jullie morgen allemaal zien op dit kanaal. Morgen ook gewoon weer de Feyenoord Care Mode. Maar goed, we gaan deze wedstrijd spelen tegen Napoli. Laten we hopen dat we kunnen winnen deze wedstrijd in de Champions League. Vincent Janssen krijgt hier de bal. Geeft hem op Kokcu. Kan de bal niet behouden. Napoli schiet de bal uit. We staan eerste met 9 punten. Gevolgd met Barcelona met 6. Napoli met 6. En de laatste staat met 3 punten onderaan. Zagreb, Dynamo Zagreb. En wij dus met 9 punten bovenaan in deze lijst. We hebben de eerste wedstrijd volgens mij toen verloren. Het was tegen Napoli. Barcelona hebben we gewonnen. En we gaan kijken wat we hier kunnen doen. Kunnen we deze wedstrijd ook winnen in de competitie, in de groepsfase van de Champions League? Hier komt de eerste kans voor Napoli, maar de bal gaat over. Geen 0-1 dus. Nu komen wij daar. 22e minuut. Palacios. Boetius. En het is een vrije trap als buitenspel van Jean-Paul Boetius. Vrije trap van Napoli. Meret, Milik. Vangt de bal op, Vilhena. Ook hij vangt de bal op hier nu bij Janssen. Bijna een goede steekpaas. Boetjes. Vilhena. Vincent Janssen. Karsdorp. Krijgt de bal niet lekker mee. Dus de ingooi voor Feyenoord. 30e minuut. Nog steeds 0-0. Komt Napoli eruit. Voorzet 31e minuut. Dus een kopbal en die zit erin. Het is 0-1. We staan achter in de Kuip. En het is Napoli die scoort. En het is 0-1 voor Napoli. Laten we hopen dat we wel weer op gelijke hoogte kunnen komen dan. Dat maar eerst. Gaat het misschien al beuren in de eerste helft. Als hier IE probeert de bal onderscheppen. Hunas. Milik. Napoli probeert de 2-0 te gaan zoeken hier. Milik Hunas nog steeds. Hier de bal voor. Maar die gaat hoog over. En dat betekent dat het een ingooi is voor Feyenoord. Dus in de tweede helft nu. 50e minuut. Valenzuela. Hier is de kans weer voor de 2-0. Maar die gaat er gelukkig niet in. Redding Bijlo. Dus de bal hier weer voor de corner. Wel voor Napoli. Palacios op naar voren. Hier de bal bij Alonso. Allen. Alonso. Feyenoord moet toch wel nu gaan komen met die gelijkmaker. Dan zie ik het somber in deze wedstrijd. Allen komt er ook niet tussen. Janmaat niet tussen. Voorzitter weer Napoli. Weggehaald hier. Kokcu vangt hem op. Orkan Kokcu. Vincent Janssen. Palacios. Mooie paas hier. Maar net niet voor Kokcu. Scherp. Niet zo goed genoeg. En zo is het weer. Napoli de aanval zoekt. Janmaat zit er tussen. Feyenoord weer. Sinisterra. Janmaat. 59e minuut nu, tegen Janmaat. Gaat hij hem voor krijgen dan. Kan erin voor Karsdorp. Janssen. Krijgt hem weer bij Boetius. En een prachtige gelijkmaker van Jean-Paul Boetius. Mooie paas ook van Vincent Janssen. En het is de gelijkmaker. 1-1. En Boetius maakt de goal. En het is natuurlijk een mooie goal. 1-1. Jean-Paul Boetius. 68e minuut, waar Napoli probeert op een voorsprong te komen. Alweer. Milik. Pizzi. Geertruida. Goed onderschept. Geertruida vangt hem. Ja, hier nog goed op. Geertruida. Palacios. Feyenoord weer met een aanval. Palacios. Moet hem geven op Boetjes. Dat gebeurt. Jean-Paul Boetjes. Geeft hem terug hier. Palacios. Nee, Janssen in één keer. Ook goed. Kokcu. En de bal bij Vilhena. Kappen en schieten. En het is 2-1. Tony Vilhena. In de 74e minuut maakt hij de 2-1. En we staan op voorsprong. In deze wedstrijd van de groepsfase van de Europa League.
van de Champions League. Neem me niet kwalijk. En zo staan we met 2-1 voor. En zit ondertussen al in de extra tijd van deze wedstrijd, de laatste minuten. Waar we nog op 3-1 voorsprong kunnen komen. Gaat het lukken? Valenzuela, Sinisterra, Jan Maat, Maher. Oh, wat een mooie goal. Adam Maher kwam erin. En hij scoort hem ook. 3-1 in de extra tijd. Over en uit voor Napoli. We winnen met 3-1 van Napoli. Een mooie uitgespeelde goal. Hier zien we het. En een mooie goal van Adam Maher. Zijn eerste in het shirt van Feyenoord volgens mij. In ieder geval zijn eerste in de Champions League. En het 3-1. Boetjes, Vlena en Maher maken de goals bij Feyenoord. Zo winnen we met 3-1. Dan gaan we door tegen de klassieker. Maar dat zien jullie morgen weer. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Druk op duim omhoog en later.